Ik ga voor u maken het voorgerecht. Ik begin even met de box uit te leggen. U ziet hier drie bakjes. Het ene bakje is met wat sojaboontjes, al aangemaakt en wel. Het andere bakje met sesamzaadjes, dat is een vinaigrette van sesam en van soja. Met wat sesamzaadjes doorheen. Dan hebben we een krokantje van aardappel gemaakt. De twee spuitzakjes, de groene is een mayonaise van jalapeno, dus is wat pittiger. Dan hebben we een gel van yuzu. Yuzu is een Japanse citrusvrucht. Dan hebben we het kleine bakje, dat zijn bonito flakes. Bonito is gefermenteerde, gerookte en gedroogde bonito. En bonito is een tonijnsoort. En dat is de snelste vis die in de zee leeft. Dus ook een klein beetje voor u erbij. Dan hebben we in het papier zit een takje. Dat is om af te garneren straks. Dan hebben we een bal. Dat is een bal gemaakt van avocadomoes. Die is doorgehaald door een groene gelei van dille. En dan hebben we wat furikake doorheen gedaan. Furikake is een mengsel van nori, sesamzaadjes, wat oosters. Dus een lekker teentje erbij. En dan als laatste hebben we de tataar. Tataar is van Oosterschelde zeebaas. En die hebben we ingewikkeld in courgette. En dan ga ik nu het gerecht even voor opmaken. We beginnen bij de Oosterschelde zeebaas. Ik heb een papiertje erop. Die kunt u eraf halen. En dan kunt u makkelijk het omdraaien op het bord, zodat het gelijk goed ligt. Dan gaan we daar bovenop mag aan één kant de bal zetten. Dan snijden we de spuitzakjes even open. Dan doen we op de bal doe ik even een dopje, zodat we het krokant kunnen vast gaan zetten. Komt mooi op de bal, zodat die een beetje stevig staat, dat die niet zomaar eraf gaat vallen. De bakjes eruit. Maar waar ik een krokantje garneren, doe ik eigenlijk met de mayonaise. En met de gel. Zo. Dan haal ik de boontjes eruit. Bijvoorbeeld drie boontjes op het krokantje doen. Goed zetten. En de rest mag je ernaast doen. Een beetje op de vis. Zo. En dan pakken we de bonito flakes. Zo. Kunt u een beetje uit elkaar halen. Zo, ook het krokant. De rand van de vis mag ook belegd worden. En zo. Dan hebben we nog de takjes. Mooi omhoog steken. Dat je hoogte in het gerecht komt. En dan als laatste pakken we de vinaigrette. Even een klein beetje doorroeren, want de olie kan gaan scheiden. En dan mag je deze mooi rond de vis leggen. En dan is dit het voorgerecht voor u.